Gefeliciteerd. Chantilly GL. Zoek om te beginnen een vlak stuk terrein uit en verwijder stenen en takken. Haal nu het dekzeil van de vouwwagen af. Maak nu de achterlichtstekker los en laat de pootjes zakken van de keuken. Zoals u ziet, vergrendelen de pootjes zich vanzelf. Haal nu de borgpen uit de keukenvergrendeling en plaats de keuken zo ver mogelijk van de plek waar u uw vouwwagen wil opzetten. Zoals u ziet is de keuken ruim voorzien van alle gemakken, maar zorg ervoor dat er tijdens het transport de gasfles losgekoppeld is. Haal nu de doos met tentstokken uit de vouwwagen. Draai op alle hoeken de pootjes uit. Gebruik een waterpas om de vouwwagen recht te zetten. Voordat u uw bedplank omklapt, zet u eerst de steuntjes zoals wij die hier laten zien. Dan klapt u de bedplank om, eerst de linker en dan de rechterkant. Vergrendel nu de bedsteuntjes. Met deze steuntjes kunt u het bed ook horizontaal zetten. Schuif het tentframe maximaal uit totdat u een klik hoort. Ook hier vergrendelen de framesteuntjes zich vanzelf. Haal nu het tentdoek van het vouwwagendak. Rits de deur van het slaapgedeelte open. Maak de elastiekjes van de framebevestiging los, maar bewaar ze goed. Doe dit aan beide kanten. Breng de twee framesteunen naar elkaar en klik ze vast. De ramen zijn, zoals u hier ziet, eenvoudig op te rollen en vast te maken.
Nu maakt u het bed gereed door de kussens aan elkaar te ritsen, zowel de linkerkant als de rechterkant. U kunt desgewenst de binnengordijnen oprollen en vastmaken. Zet nu eventueel de slaapkamerdeur vast. Rol nu de voortent uit. Berg de binnentent, hemel en gordijnen nog even weg. Rits voor het gemak de wanden van de voortent eruit. Dit geldt voor alle type vouwwagens van het merk Trigano, behalve de Oceane. Rits de voortent eraan, begin rechts. Leg de voortent nu op het dak van de vouwwagen. Maak nu het vouwwagen tentframe vrij op de hoek, zodat u hier gemakkelijk uw voortentsteun kunt aanhaken. Pak nu de voortent framestokken eruit en leg deze neer volgens de bijgeleverde tekening. De tentstokken zijn van veren voorzien voor een gemakkelijke bevestiging. Monteer nu het voortentframe aan elkaar, maar zet deze schuin op zodat u de tent er gemakkelijk overheen kunt trekken. Haak nu het voortentframe aan de vouwwagen op 3 door uzelf vrijgemaakte punten. Rol nu de tent over het schuin opgestelde voortentframe. Pas daarna kunt u het voortentframe verticaal afspannen. Span nu ook het dak horizontaal strak af en rits de tenttunnelstokken dicht. Haal de rubberen dop van de keukenuitbouw en plaats de steun aan het voortentframe.
Buiten plaatst u het rubberen dopje weer op om waterlekkage te voorkomen. Nu gaan wij met behulp van de tentharingen de vouwwagen plus voortent afspannen. De Trigano vouwwagens zijn voorzien van Tenkate kwaliteitsdoek. U zult merken dat door warmte van de zon de kreukels snel verdwijnen. Nu kunnen diverse ramen en ventilatieopeningen geopend worden en de afdekzeilen geplaatst worden. De vouwwagens van Trigano zijn voorzien van ruime ventilatieopeningen, zelfs onder de onderste slaapplaats. Nu kunt u de binnententkast plaatsen en bij de keuken het unieke spatzeil plus de diverse hemeltjes. De Trigano vouwwagen kan als extra worden geleverd met een hoge kwaliteit disselbak voor het plaatsen van een porta-potty en een koelbox. We wensen u veel plezier met de vouwwagen. Mocht er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met uw dealer. Er wordt overigens ook een geschreven handleiding bijgeleverd.